Leuk dat je kijkt naar deze video. Het is alweer het eind van het jaar. Het is over een paar uurtjes is het alweer het nieuwe jaar. Je hoort misschien op de achtergrond een beetje vuurwerk. Maar ja, rewind 2019. Woehoe! Ik begin met jullie te bedanken. We hebben dit jaar 50.000 k gehaald. Super gaaf! En dat komt natuurlijk niet zonder jullie. Dus ik wil jullie echt heel erg bedanken. En ook alle fanaccounts heel erg bedankt. En willen we natuurlijk ook de sponsoren heel erg bedanken. Want zonder hun was het ook dit jaar niet mogelijk geweest. In 2019 is er heel erg veel gebeurd. We hebben afscheid moeten nemen, helaas, van onze lieve Bel. Lonnie is erbij gekomen. En zo hebben we nog best wel veel dingen meegemaakt. Einde van het jaar hebben wij op Instagram nog eventjes, hoe zullen we dat zeggen? Een grapje. Nou, het was niet echt een grapje. Het was allemaal wel waar, alleen het werd niet helemaal zo opgevat. Dus niet iedereen was even blij met ons. Maar ja, ik vond het eigenlijk wel grappig. Ik ook. We gaan beginnen met januari. Ik had in de gaten in januari dat ik te groot werd voor Bel. Tijdens het liggen rijden kon ik mijn benen niet meer kwijt. Ik kwam met mijn benen tegen Bella's benen aan. En ja, ik begon echt groot te worden. In januari was Verona kreupel. Daar hebben we best wel lang naast gelopen. Maar gelukkig is het uiteindelijk wel gekomen. Ja, dat heeft echt wel lang geduurd. Ja, best wel. Een maand of drie of zo. En in Nederland sneeuwt het af en toe. Dus dan... Voor de sneeuwpoppen gebouwd! Hola! Ik heb Bella een nieuw trucje geleerd. Ze kon al kussen, flamen enzovoort. Maar nu kon ze ook fluisteren. Ik zei dat tegen haar en dan deed ik zo en dan fluisterde ze ook al terug. Het was in februari, in tegenstelling tot januari, want toen sneeuwde het, was het echt super warm. We hebben zelfs allemaal gewoon in ons t-shirt rondgelopen. Ik heb de splagaat. Spagaat, split, geoefend. En ik heb geoefend om lijnen te lopen. Ik ging stappen afmeten in de halve splagaat. En natuurlijk kwam de party er bijna aan, want in april is de eerste Go Social Party geweest. En daar moest voor geoefend worden. Het is maart en in maart hebben wij ons voorbereid op de Go Social Party. Want we hebben tijdens het Go Social Family Weekend zijn we alvast op Klein Oever gaan kijken. En hebben we eigenlijk een heel leuk weekend gehad. Ja! Een hoogtepunt van dit jaar. Nee, voor mij. Mijn moeder had met moederdag vorig jaar een Apple Watch gekregen. Nou, ik was helemaal echt... Ik wou het zo graag. En na zeuren en zeuren en zeuren heb ik hem eindelijk gekregen. Natuurlijk is het maart ook in Noord-Brabant, daar zijn we weer heen geweest. Dit jaar was best wel een spannend jaar, want ik heb Isabel ontmoet en geïnterviewd. En ik heb wafels gebakken. Ja, zo, die waren lekker. Dubbel wafels had genoeg. In januari had Tess ontdekt dat ze toch echt te groot werd voor Bel. Dus in maart zijn we begonnen met de start, of zijn we begonnen met de verkoop van Bel. Er moesten foto's en video's gemaakt worden, zodat iedereen goed kon zien wie Bel was, of is, moet ik zeggen. En dat was niet zo heel leuk, maar we hebben wel mooie foto's gehouden. En ik heb vrij gesprongen met Bel voor de allereerste keer. En volgens mij ging het best goed. Nou ja, dat mogen jullie zien. Alweer april. En toen dacht Bel, weet je wat, ik wil naar de wei. Dus die was op een of andere manier uit haar box ontsnapt en naar de wei gerend. Ja, dat vond ik wel heel erg spannend, want ik was heel erg bang dat ze coliek zou krijgen of hoe bevangen of iets van al dat verse gras. Ik heb er colostrum in gedaan en gelukkig is Bel verder niet meer ziek geworden. In april was ook de eerste editie van de Go Social Party. En daar hebben Tess en ik gevoltigeerd op Smaragd. Echt heel lief paard. En met Bel heb ik niet alleen fluisteren geleerd, maar ook tadaa! Nou ja, jullie kunnen zien wat Bel erbij deed. We zijn weer aangekomen
komen wij in mei. 1 mei, Mixiedag! Yay! Ik ben daarheen gegaan en was mijn ene laatste jaar. En ik heb wel hele leuke dingen gedaan. En ik heb met Joyce, volgens mij, heb ik heel vrijheidsplezier gedaan. Waardoor ik mijn rust weer kon vinden. En mijn moeder zei, waarom heb ik dat niet anders gedaan? Ook hebben we, om jullie te bedanken voor de fanaccount, een fanaccount dag gehouden. Ja, en dat was ook wel heel gezellig. Eén keer per jaar worden bij ons altijd de zadels nagekeken. Want het is wel belangrijk om je zadel goed te onderhouden. Dus Suus was op bezoek. In mei heb ik ook echt super veel buitenritten gemaakt. Maar wel omdat ik natuurlijk al wist dat er aan te komen om weg te gaan. Waardoor ik ook leuke dingetjes met haar wou doen. Dus ik ben lekker veel buitenritten gegaan. Alleen mijn vriendinnen of alleen mijn moeder. Echt super leuk. Dan komen we weer aan bij juni. Het is alweer halverwege het jaar. Er zijn in juni 2 dingen gebeurd. Een leuk ding en een minder leuk ding. Het minder leuke is dat Henja coliek heeft gehad. Best wel heftige coliek, maar gelukkig was het na een dag of 3 wel weer helemaal over. En het hoogtepunt van het jaar, boven mijn Apple Watch, ja dat bestaat, is dat we hebben Blondie gekeurd en ze is goed gekeurd, jee! En ik heb er nu al iets van een half jaar en ik ben echt super blij met haar. Ik zou je vertellen, toen ik 2 ponies had, toen kwam ik erachter waarom mijn moeder geen shadow nog voor me koopt. Maar ik wil er nog wel één. En toen was het alweer juli. Juli is Bel verkocht aan Jules. En ik ben met Bel en Blondie naar het strand toe geweest, want ik ging mijn laatste fotoshoot met Bel op het strand doen. En de dagje daarvoor gingen we alvast uittesten hoe Bel het strand vond. Blondie was ook mee. Ik heb met Blondie tot mijn knieën in het water gestaan, in het zeewater. Ze heeft ook nog wat gedronken. Vond ze waarschijnlijk hartstikke lekker. En Bel vond het allemaal een beetje spannend, maar de laatste fotoshoot kon ik zeker niet missen. We zijn naar de Dutch YouTube Gathering geweest. En we hebben daar een meet and greet gehad. Met veel meer mensen dan we hadden verwacht. Ik had echt 1, 2, 3 verwacht. Maar ik had inderdaad op wel 3 mensen. Het waren er uiteindelijk een stuk of 20. Zo. Nee, 20 we hebben een half uur meet and greet gedaan. We hebben een half uur meet and greet gedaan. Dus dat waren er wel meer. Ja. En Tess en ik hebben in een breiding ingezeten van de kermis. En dat ging zeg maar, dat zo ging. Ja, een soort van de hartebreker die je kent van de... Van de kermis zaten wij in de Marvel Edition. Ja. Sue is samen met haar broertje Midas gekomen om even Bel te bezoeken. Ze was toen wel verkocht, alleen ze zou wat later komen. Nee, Bel was al verkocht, alleen ze moest nog getransporteerd worden. En Sue was in Nederland, dus toen kwam Sue uit Laks. Ja, hartstikke leuk. Het is alweer augustus, de 8e maand van het jaar. En we zijn... op het WK in Rotterdam. We zijn eigenlijk vooral op de boulevard geweest. Met het hele grote podium hebben wij een YouTube quiz gegeven. En ja, we hebben natuurlijk ook wel even gekeken bij het rijden. Ik heb de laatste strandrit met Bel gedaan. Nou, ik kon mijn benen echt niet kwijt. Jullie zien waarschijnlijk ook op de video zo dat ik echt hele lange benen had. Maar ik wou dit toch nog voor de allerlaatste keer doen. Nee. En dan was het zover 6 augustus. En toen hebben we Bel naar Zeewolde gebracht. Vanwaar zij op transport ging naar Zuid-Duitsland. Naar haar nieuwe baas op Zoom. In augustus ben ik begonnen met Blondie om in de Arkenhoeve te gaan rijden. Met Bel heb ik er wel een keer gereden. Maar met Blondie nog niet. Het ging echt super goed. En ik ben nu steeds beter geworden. Waardoor het nu echt best wel goed gaat. September is aangebroken, de blaadjes vallen van de bomen. We zijn veel naar buiten geweest met Blondie en Verona, omdat het gewoon lekker is om buiten te rijden. En met Blondie begon ik natuurlijk echt vol training te doen. Elke week donderdag ging ik naar de Arkenhoeve toe, dus de dressuur gaat ook steeds beter. Toen was oktober aangebroken, ook echt een hoogtepunt van dit jaar. Mijn moeder en ik zijn op bezoek gegaan bij Bel in Schweizen. En in Duitsland hebben we Bel weer gezien en haar vriendjes en haar kudde. Echt super leuk. Toen kwamen we in de ene laatste maand van het jaar, november. We zijn naar de Arkenhoeve Herfstfair geweest. En daar hebben we een springkliniek gedaan met Danielle. En Tessa heeft een taart gebakken. Die was echt lekker. Sinterklaas komt ook altijd bij ons op de Nation 2 keer langs. En ik heb Sinterklaas gezien en Blondie ook. Dus dat was wel heel erg leuk.
Natuurlijk is november ook de tijd om je paarden te scheren. Voor sommige mensen in december. Maar wij hebben het al voor een tweede keer gedaan trouwens, in november. Allebei de ponies. En ook weer een hoogtepunt. Ja, ik had echt heel veel hoogtepunten dit jaar. Ik ben met Verona vierde geworden met een springwedstrijd. Ik was toen echt super blij. Ik werd omgeroepen en ik dacht, ja! De laatste maand van het jaar is alweer gekomen, december. En in december had Danielle van der Arkenhoeven gevraagd of zij op Verona mocht crossen. Nou, daar hebben we een kleine serie van gemaakt, want ze heeft eerst een keertje gecrossed op de Arkenhoeven zelf met Verona. Daarna een cross, eerst buitenrijden nog, toen een crosslesje en uiteindelijk de cross in Lisse. En dat is echt wel heel goed gegaan, dat vond ik hartstikke leuk. Ik heb in december op Jungle gereden en het was echt super gaaf, want ik kon me toen voelen hoe dingen echt werkten. Dus ik ging wijken en allemaal dat soort dingen, hartstikke spannend. Ik heb in december mijn laatste winstpunt gehaald in het M2. Ik moest er al heel lang nog 8 en toen moest ik er heel lang 9. En toen had ik mijn 10e. Dus toen lag ik in de sloot, het was best wel koud. Ook weer een hoogtepunt, ja echt waar. Ik heb 2 nieuwe zadels, een spring en een dressuur. Ze zijn echt super mooi geworden, precies zo. Auw. Precies zoals ik wou. Heel mooi lichtroze. Ja, ik ben er stiekem een beetje verliefd op geworden. En we willen onze sponsoren ook heel erg bedanken. Zoals Montar, GPA, Lucas, De Boer Horstrux, EcoStyle, Passier en Equilibrium Self-Fitting Service. Heel erg leuk dat jullie gekeken naar deze video. Doe een duim omhoog als je deze video leuk vond. Of gewoon heel het jaar. En abonneer op ons kanaal. En zie ik jullie volgend jaar weer. In 2020. Ja. Doei.